Ik zal het in het Nederlands doen. Het gaat dus over vrijheid en eigendom waar ze in conflict zijn. En dat is op vraag van de organisatie. Een artikel dat hier in dit festschrift heet dat. Hè? Een feestbundel voor Hans Hoppe. Ik weet niet of iedereen zal die wel kennen of al eens van gehoord hebben. Daarin is dat verschenen. Dit is gewoon een grapje. Ik had een artikel onlangs geschreven over argumentatie-ethiek voor een Amerikaans tijdschrift. En dat heet The Journal of Private Enterprise. En toen dat klaar was, dan hebben ze mij een exemplaar toegestuurd. Ja. Daar komt het uiteindelijk allemaal op neer, maar goed. Vrijheid en eigendom. Die discussie in dat artikel zit eigenlijk volledig binnen die libertarische opvatting die in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan is in de Verenigde Staten onder impuls van Murray Rothbard. Dus de voorloper van dit instituut was het Murray Rothbard Instituut en dat was in naam van Murray Rothbard, die in 1995 overleden is. Dus dat wordt voor de meeste onder jullie misschien al tot de voorgeschiedenis. Maar het punt van die Amerikaanse libertariërs was eigenlijk in oorsprong vrij begrijpelijk, in die zin dat het een soort van extrapolatie was van het westerse moderne rechtsstelsel. Modern bedoel ik dus wat ontstaan is in de 16e, 17e eeuw. En mijn eigen proefschrift, ook al een tijdje geleden, dat was bedoeld als een soort van alternatief voor het onderwijs in het recht. Waarom? Ik had zelf rechten gestudeerd en ik zag daar echt niet in. Ik zag niet in wat dat aan de universiteit zat te doen. Zo'n professor die daar allerlei boeken kwam samenvatten, wetboeken. Maar met die samenvattingen kon je niks doen, want als je jurist wou zijn, wat ik niet wilde natuurlijk, dan moest je de teksten zelf lezen. Dus kun je best je kunt heel die opleiding vervangen. In onze tijd was dat 3 jaar doctoraatsstudie. De eerste 2 jaren waren licentiaatsjaren. Er werd eigenlijk niet veel of niks recht gegeven. Dus die 3 jaar kon je eigenlijk op 2 maanden een introductie, rondleiding in de bibliotheek vervangen en zeggen de rest moet je maar lezen al naar gelang je het nodig hebt. Want niemand kan al die dingen zitten lezen. Mijn idee was als ik iets over recht wil weten ga ik naar een advocaat of naar de ziekenkas of waar ook. En je kunt die informatie, het is puur bureaucratische teksten en die kunnen van vandaag op morgen veranderen. Dus mijn idee was, zou je de opleiding in de rechten niet kunnen vervangen door een meer principiële benadering waarbij je vertrekt vanuit een grondbeginsel. En natuurlijk is het onmogelijk om het hele recht vanuit 1 grondbeginsel te ontwikkelen. Maar zeker in mijn tijd was dat nog vrij makkelijk om te zeggen, er is een onderscheid tussen privaatrecht en publiek recht. Ja? En het privaatrecht kun je herleiden tot een uniek beginsel. De grote lijden. En de rest is eigenlijk een soort van vermenging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke constructies. Publiekrecht is ook onder een principe te vangen, maar principe was in feite volledig al behandeld door de positivistische scholen.
En met name van de school van Kelsen. Dat leidt het publiek recht af uit één beginsel. De grondwet moet gerespecteerd worden. Maar wat de grondwet moet zijn of wat een grondwet is, dat staat er niet in. Het is gewoon, er wordt een punt gezet. En dan moet je maar denken aan de Romeinse keizers. Hè. Die moet gehoorzaamd worden. Daartegen is geen enkel beroep mogelijk. Maar voor het privaatrecht was het nog. En de oudere professoren konden dat zonder meer beamen. Het principe was van het privaatrecht was vrijheid in gelijkheid of vrijheid onder gelijken. Dat kun je natuurlijk formuleren en je kunt dat dan logisch ontwikkelen. Dat was eigenlijk het onderwerp van mijn proefschrift. En toen dat proefschrift bijna gedaan was, kwam ik erachter dat er in de Verenigde Staten die libertarische beweging was. En dan heb ik een hele tijd zitten lezen over die libertarische beweging. Dat was vooral economische literatuur. De Oostenrijkse school van economie, die kwam daar heel sterk naar voren. Omdat Rothbard zelf een heel bekwaam econoom was in de Oostenrijkse traditie. En omdat die traditie nog een aantal overlevende groten had, zoals Friedrich von Hayek en Ludwig von Mises. Mises is in de jaren 70 gestorven en Hayek in de jaren 80. Nee, 90. Nee, eind de jaren 80 denk ik. In elk geval na de val van het Sovjet-systeem. Dus, maar toen was hij al te ver gevorderd om daar nog veel plezier aan te beleven. Maar goed, dus die literatuur van die libertariërs heeft mij wel veel geleerd over economie en andere dingen. Maar heeft absoluut geen effect gehad op mijn proefschrift. Want qua recht stond er daar niks nieuws in. Het gevolg was wel natuurlijk dat mijn proefschrift met 3 jaar vertraagd werd. Het afronden van het proefschrift. Maar dat, alles bij elkaar, was dat een positieve ervaring. Maar wat daarna gebeurde in die Amerikaanse libertarische kring, dat is dat het eigendomsrecht, dat zeker een rol speelt, het centrum werd. Niet de personen die eigendomsrecht hebben, maar het eigendomsrecht zelf. De persoon was bijna irrelevant. Dat was gewoon een lichaam dat zichzelf in eigendom heeft. En ik gebruik het woord lichaam omdat om heel strikte conclusies te kunnen afleiden uit dat eigendomsrecht, moet je dat heel materialistisch opvatten. Elk ding moet je kunnen passeren in het schema. Dat is dat stuk eigendom. En dat is een ander stuk eigendom. En wat in mijn proefschrift heette het zelfbeschikkingsrecht van mensen, wat gebaseerd is op het feit dat we allemaal een heel hoge mate van controle hebben over ons lichaam. En als we die niet hebben, dan is er iets mis. Hè. Dan gaan we naar de dokter of naar een RVT, hè, wat het ook mag zijn. Die zelfbeschikkingsmacht die we hebben, hè, is de grondslag van het recht in het privaatrecht. Maar natuurlijk, dat geldt alleen maar in absolute zin, zolang er niemand anders is. Hè? Want dan zit je met de verschillende zelfbeschikkingsrechten. En dan zit je met het probleem van het privaatrecht. Nu, als je dat eigendomsbeginsel zodanig gaat promoten dat de eigendom eigenlijk de centrale figuur van het recht wordt, dan verdwijnen de eigenaars eigenlijk uit beeld. Hè? Eigenaars worden alleen maar vertegenwoordigers van hun eigendom.
En dat leidt ertoe, of ja, dat nu nog, hè, dat zeker in die Amerikaanse libertarische hoek er veel mensen zeggen, en ook mensen van buiten die hoek zeggen, ja, maar dat gaat niet meer over vrijheid. Hè, dat heeft niks meer met libertarisme in de zin van een verbinding met vrijheid te maken. Dat gaat alleen nog over eigendom. En dus dan wordt het argument niet meer vrijheid, maar eigendom. Niet meer libertarianisme, maar propertyisme of propertarianisme of hoe je het ook zou willen noemen. En het probleem daarvan is natuurlijk dat wanneer je in contact komt met die beweging of met die geschriften en je bent geïnspireerd door het vrijheidsbegrip, naarmate je vordert, zie je dat er heel weinig te rapen valt. Want het is altijd eigendom, dat is de troefkaart. Ja? En omdat dat voor mij, die niet uit die Amerikaanse hoek kwam, maar van daarvoor, mijn proefschrift verscheen in hetzelfde jaar dat het theoretisch werk van Rothbard verscheen. Zijn boek heet The Ethics of Liberty. In 81, mijn was ook klaar in 81, werd gepubliceerd in 82 in de eerste uitgaven en dan in de commerciële uitgaven in 83, geloof ik. Ik weet het niet meer. Maar goed, het is dezelfde periode. Wat het grote verschil was dat voor mij nog altijd het om de vrijheid van personen ging. En dat naar gelang die libertarische literatuur in de Verenigde Staten meer en meer dogmatisch werd, en dat was vooral het geval na het overlijden van Rothbard, want Rothbard was een exuberante allesvreter, een zeer ruime belangstelling en was moeilijk voor één gat te vangen. Maar sommige van zijn Amerikaanse volgelingen begonnen dan heel dogmatisch uit te werken alle rechtsconstructies in termen van materieel begrensde eigendom. Ja. Terwijl je toch wel op vrij jonge leeftijd leert dat er weinig harde grenzen zijn in de wereld waarin we leven. Bijna alles is betwistbaar. Wat mag je hier doen? Je bent hier de gast van wie? Van Efeze. Wat mogen zij doen? Van wie zijn zij de gast? Als je daar advocaten op loslaat, dan ben je wel een tijdje bezig. Terwijl het in het gewone leven gaat dat zonder problemen. Dus de uitgangspunten van het echte leven, zeg maar, of de dagelijkse commercie is dat je over al die dingen geen zorgen moet maken en dat als er conflicten zijn, dat je ze dan best oplost wanneer ze verschijnen en door er zo weinig mogelijk vreemde partijen bij te betrekken. Maar wanneer men begint met het beeld en diegenen, de oudgedienden hier, zoals Xavier en misschien nog enkele anderen, toen we... Het heette toen nog niet Murray Rothbard Instituut, maar wat? Phaedrus? Phaedrus, ja. God, wat een geschiedenis. toen zaten we in het Geuzenhuis, hier een beetje verder. En toen had ik al het idee dat ganzenbord libertarisme, daar moet je toch echt van afstappen. Het idee dat de wereld bestaat uit wel omschreven vakjes. Hè, en dat iedereen altijd precies weet in welk vakje je zit en wat je in dat vakje mag doen en welke vakjes toegankelijk zijn en welke niet toegankelijk zijn. Maar goed, theoretisch is dat natuurlijk heel handig als je zo'n beeld hebt. Hè, want je kunt het, als het ware, de wereld achter je schrijftafel vangen. Alleen bijna mathematisch. Dus het wordt een soort reductie van juridisch denken naar mathematisch denken, elementaire geometrie. En dat materialisme, dus dit idee van dingen met
materiële, fysische grenzen, of ja, fysische grenzen, dat vertekent natuurlijk de omgang, enfin, dat is geen beeld van omgang van mensen. Hè. Je kunt dat doen met een beeld van een schaakspeler, hè. De koning en de koningin en de toren en de pionnen en de ruiter en de bisschoppen, die hebben allemaal hun heel specifieke rol en allemaal hun heel specifieke positie op het bord. En je kunt dat dus als het ware met een computer gaan uitrekenen. Maar wie wil zo behandeld worden als een pion? Niemand. Hè. En wie begrijpt de wereld als een stel pionnen? Ja, Washington schijnt daar heel goed in te zijn, maar de rest van de wereld is daar niet zo in mee bezig, hè, om de hele wereld te beschouwen als een soort van reusachtig groot schaakspel, waar je pionnen kunt offeren om dan daar een slag te slaan. Dus hoe moet je daar dan mee omgaan? Nu, het eerste taak, dat was de bedoeling van dat artikel in dat festschrift voor Hans Hoppe. En dat is aan die Amerikaanse libertariërs een probleem voor te leggen met een verzoek. Hè, wat denken jullie daarvan? En het probleem was dit. Hè, als je beweert van met vrijheid van bezig zijn met vrijheid van mensen en dat die vrijheid te waarderen, dan ben je zeker geen voorstander van dat je mensen in een cel gaat gooien, hè, smijten, opsluiten, tussen vier muren. Maar als je nu, terwijl die persoon bijvoorbeeld slaapt of eventjes diep in gedachten zit, een cel rondom hem bouwt zonder hem aan te raken, zonder iets van zijn eigendom aan te raken, volgens jullie mag dat, zolang je dat maar met je eigen eigendom doet, hè, die cel bouwen, die vier muren en dat dak, dan is dat in orde, maar aangezien je hem opsluit, wat blijft er van zijn vrijheid over? Niks. Wat is het equivalent van een gevangeniscel anders dan dat soort vrijheidsberoving? Dus je geeft die mens, je neemt die mens zijn vrijheid af, ook al doe je niks wat volgens dat strikt propertyistisch rechtsbegrip verkeerd zit, onrechtmatig is. Nu kun je wel zeggen, vrijheid interesseert mij niet. Alleen maar eigendom zegt, ja, dan is dat een consequente houding. Maar dan moet je natuurlijk voorzichtig worden wanneer het over vrijheid van mensen gaat hebben. Wanneer je vrijheid gaat uitroepen als een groot ideaal. En dat klinkt nog altijd beter dan eigendomsrecht. Het andere probleem is natuurlijk, enfin, toen ik dat probleem voorlegde aan een aantal van mijn correspondenten uit die hoek, dan antwoordden ze, ja, maar dat is niks, want je moet je daar maar op voorbereiden, hè, dat er zo iemand je gaat insluiten. Hoe doe je dat? Of, een ander antwoord was, het is toch niks, hè? Je pakt je helikopter en je vliegt over die muren. Of je graaft een tunnel. En dat is zo dat typisch geometrisch denken dat daar zit. Alsof zij niet zelf beweren dat als je een tunnel graaft, hè, dat die tunnel dan van jou is. Maar dus wat iemand die echt van plan is van iemand anders op te sluiten, alleen met eigendomsrechtelijke middelen, die gaat niet alleen maar muren zetten, die gaat daar ook een dak boven zetten, of weerballonnen of antennedraden of wat dan ook. Hè. Je kunt de toegang daar boven op allerlei manieren
afsluiten. Of die gaat onder die onder het land van die persoon die bedoeld is, tunnels graven. Dat zijn dan zijn tunnels. Of je gaat daar mijnen leggen, mijnlijn. Het zijn mijn mijnen. Als ik die daar leg, dan neem ik dat land in gebruik, die ondergrondse put. En dat is allemaal als intellectueel spel, is dat klopt allemaal, zolang je maar binnen het schema blijft. Maar als er iets is waar je rekening moet mee houden als je het over mensen hebt, dat is, zij houden zich niet aan het schema. Dus dat soort regels, wanneer die tegen de borst stuiten, dan gaan mensen reageren. En het hele systeem komt dan neer op de handhaving van de rechtsregels. En dat is het probleem waar die libertariërs ook een theoretisch antwoord op hebben. En dat heet dan anarcho-kapitalisme. En anarcho-kapitalisme is een zeer belangrijk idee als tegenargument voor een ander idee, namelijk dat de staat noodzakelijk is. Ja? Noodzakelijk betekent dat onder geen enkele omstandigheden kun je het zonder een staat stellen. En het anarcho-kapitalistisch idee is, nee, er is een alternatief, namelijk dat je een, in plaats van een monopolie, een staat is een monopolie van de geweldmiddelen dat het recht handhaaft, dat je in plaats van zo'n monopolie, dat je een competitieve markt hebt waarop verschillende leveranciers van beschermingsdiensten en juridische hulp en dat soort zaken de concurrentie aangaan, zodanig dat mensen op de goedkoopste manier en de meest efficiënte manier, de meest creatieve manier, hun rechten kunnen handhaven. En dat is inderdaad een mogelijkheid, dat is een theoretische mogelijkheid. En aangezien die theoretische mogelijkheid bestaat, is het onwaar dat de staat noodzakelijk is. Ja? Dan puur, dat is een geldige redenering. Het probleem is natuurlijk, onder welke reële omstandigheden of feitelijke omstandigheden kan zo'n competitieve markt bestaan? En daar zit een groot probleem. Want tenzij je een wereld van andersoortige mensen in overweging neemt, namelijk heiligen of engelen, dan vind je altijd deugnieten. Sommige deugnieten zijn wat deugnietiger. Deugnietiger dan anderen. En voor je het weet zit je met psychopaten, sociopaten en met ondernemers die eigenlijk zeggen het punt is om een groot zakelijk imperium op te bouwen. En dat kun je doen op vele manieren. En een van de manieren is dat je heel selectief te werk gaat gaan. Je gaat niet je gaat je profileren als beschermer van protection agencies. Dat was de term die in de jaren 60 en 70, in de jaren 70 werd geïntroduceerd door Rothbard en dan Robert Nozick, de Harvard-professor die heel even in de libertarische sfeer vertoefde. En die protection agencies gaan hun diensten aanbieden en de beste wordt groot. Dan moet je moet dat natuurlijk vanuit Amerikaans standpunt bedenken of vanuit een hedendaags Europees standpunt. Zakelijke ondernemingen zijn wat de Fransen noemen de société anoniem, naamloze vennootschappen, public limited companies in het Engels, corporations in het Amerikaans. En dat betekent dat die beschermingsdiensten die zogezegd op de markt worden aangeboden, eigenlijk kunnen uitgroeien en heel vermoedelijk zullen uitgroeien tot
mastodonten. Grote corporatieve mastodonten. En dan is de vraag, wie zorgt ervoor dat die zich aan de regels van de markt houden? Tweede vraag, wat zijn die regels eigenlijk? Derde vraag, wat doe je wanneer mensen volgens andere regels gaan kopen en verkopen? Allerlei nieuwe contracten bedenken bijvoorbeeld. Dus je zit in een heel fluïde, conceptueel fluïde situatie, waarin moeilijk te zeggen is, dit is de markt en dat is niet de markt. En als je dan een stap verder gaat, dan zeg je, ja maar, hoe zit dat dan met huurmoordenaars en dat soort zaken? Met klokploegen, die wat glazen bier bereid zijn om de een of andere onbekende in elkaar te gaan slaan. Er is niet alleen een markt voor recht, market for justice, er is ook een market for injustice. En wie zegt dat de ene markt altijd winstgevender is dan de andere? Als je de geschiedenis van het Westen bekijkt en eigenlijk van een groot deel van de rest van de wereld, en je ziet de groei van de staten, dan lijkt mij dat die markt voor onrecht heel winstgevend is. En al zijn er staten die verdwijnen, ze verdwijnen niet aan het tempo waarin commerciële ondernemingen verdwijnen. Die dan niet op een vrije markt opereren, maar op een door die staten geregelde markt. Wat betekent dat er niet één markt is, maar er zijn heel vele nationale markten. En al naar gelang je van de ene staat in de andere gaat, moet je volgens andere regels gaan werken. En het is zo dat in het moderne, als je denkt dat anarcho-kapitalisme in moderne termen, dat wil zeggen, vandaag verdwijnt de staat, conceptueel, en je zet daar anarcho-kapitalistisch alternatief tegenover, dan betekent dat dat staten zich kunnen financieren overal ter wereld, concreet, een of andere Amerikaan heeft het idee van, daar in Indonesië ligt een reusachtige berg en die zit vol met rare earth, hoe heet dat, die speciale, heel dure stoffen, zeldzame stoffen die in allerlei moderne technologieën gebruikt worden. Ik ken ze niet, maar we hebben een fysicus in het publiek, die kent die allemaal. Dat zijn heel dure zaken. Dus wat kan zo'n Amerikaan doen? Die kan geld verzamelen in New York, in Londen, Parijs, waar ook. En daar dan een andere onderneming, zo'n paramilitaire organisatie, zoals die contractors die voor de Amerikanen in een groot deel van de wereld veiligheidsdiensten leveren, eigenlijk privélegers. En je kunt die inhuren, je kunt er ook zelf één creëren. En dan trek je gewoon met die moderne middelen, met tanks en wapens en vliegtuigen, trek je die streek in Indonesië binnen en je gaat daar het recht handhaven. Ja, kunt je voorstellen wie daar baat bij heeft. Dus dat zijn allemaal zaken die een beetje wereldvreemd aandoen. Als je gaat doen het eigendomsrecht, is alles wat je moet hebben. Je moet het eigendomsrecht beschermen en dan komt alles in orde. Niemand zal betwisten dat eigendomsrecht een heel belangrijk factor is van de vrijheidsbewaking. Uiteraard is dat. En wat professor Waalkes volgt met zijn idee dat eigendomsrecht is een moderne constructie, dat is zeker waar.
Maar het was ook in de Romeinse tijd zo dat als je je eigendom werd, van je eigendom werd beroofd, dus van de dingen die je had, hè, die je als jouw dingen beschouwde, hè, dat je dan misschien niet het woord eigendom zou gebruiken. In de veronderstelling dat de Romeinen Nederlands spreken, maar spraken. Maar dat je gewoon zou zeggen, dat is van mij. Ja. En of er daar nu een procedure voor was of niet, hè, je ging daar, desnoods met je vrienden, ging je dat verdedigen. Of met je familie. En dat gebeurt nu nog zelfs, dat gebeurt ook in de Romeinse tijd. Het is nooit zo dat er een... De gevoelens van wraak, hè, dat die, omdat er een keizer was, hè, dat men die rustig in de kast liet zitten. Men ging daarmee aan de slag. Wat betekent dat nu, en dat is dan het punt dat in dat artikel verder wordt ontwikkeld, dat is, als je je vrijheidsidee niet helemaal wilt opgeven, hè, aan het eigendomsrecht, als het principe van het eigendomsrecht, dan moet je toch iets in stand houden van publieke ruimte. Niet in de zin van ruimte die aan de openbare autoriteit toebehoort, maar ruimte die toegankelijk is voor iedereen. En het probleem is dat die notie van publieke ruimte absoluut niet aanwezig zit in die constructies van het eigendomsrecht. Want in die eigendomsrechtelijke visie is alles wat niet eigendom is van iemand, en ik gebruik het woord hier weer in de algemene betekenis, wat niet duidelijk van iemand is, hè, dat is iets waar om het even wat kan gebeuren. Iedereen mag daar om het even wat doen. Klassieke voorbeelden zijn dan, ja, je houdt je kamer schoon. Je houdt je kamer schoon, maar op straat laat iedereen de papiertjes vallen. Want de straat is van iedereen, dat iemand anders het maar schoonmaakt. Dus je krijgt een soort van algemene degradatie van de publieke ruimte. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat wijst erop dat er zoiets is, en de meeste mensen zullen dat zeggen, dat er zoiets is als een moraal, een ethiek, een gedragscode voor je gedrag in het publiek. En waarom zou je opvoeding alleen maar moeten bestaan uit opvoeden tot respect voor eigendom, in die strikt materiële betekenis, en niet opvoeding tot hoe je te gedragen in de wereld. Dat was de oude idee van education, educatie, educatio, het uitbrengen, uitleiden in de wereld van de persoon, naar buiten leiden. En dat educatieve aspect ontbreekt geheel in die eigendomsvisie. Wat daar wel in zit, dat is een heel sterke nadruk op opleiding. Dat in de literatuur van de, met name Engeland in de 19e eeuw, hè, vind je veel dat er was toen nog geen staatsonderwijs, hè, dat begint pas in 1870, maar veel belang wordt gehecht aan het feit dat mensen die kinderen willen voorbereiden op het werkelijke leven, dat die ze naar een school moeten sturen, en dat was dan meestal een vakschool. Ze moeten hun kost leren verdienen, of naar een militaire school, of naar het seminarium, allemaal gericht op carrière. Maar het idee van opvoeding, het omgaan met andere mensen, dat komt helemaal niet uit die sfeer, dat komt uit de middeleeuwse opvattingen over christelijke naastenliefde en de hoffelijkheid, de ridderlijkheid, de, de,
de cultuur van het omgaan met anderen. Dat is een heel ander aspect dan het op een opleiding krijgen. En nu, die opleiding krijgen, dat rendeert. Ja? Nu nog, hè. Hoeveel zitten hier nog mensen die aan de universiteit studeren? Ja, toch nog een aantal. Hè. De leeftijd van 13 jaar, dus om aanvoerder van een legermacht te worden, hè, die is gepasseerd zonder legermacht. Tot in de 18e eeuw had je verhalen van knapen van 12 jaar die schepen over de oceaan leiden. Hè. Waarom? Omdat het gewoon, als je het kon, dan mocht je het doen. Nu moet je, voor alles moet je een diploma hebben en een papiertje. Dat betekent dat je langer en langer in de school zit. En nu spreekt men over een levenslang leren. De weinige vrije tijd die je dan hebt, dan moet je aan je scherm zitten en een computercursus volgen. In de hoop dat tegen dat je die gedaan hebt, dat de mogelijkheid om geld te verdienen waar die cursus op gebaseerd is, nog bestaat. Het is best mogelijk dat die gewoon weg is. Dus met opvoeding heeft dat natuurlijk allemaal niks te maken. En dat is dan... Ben ik... Met spreken. Ah. Dus in totaal nog een half uur. Ja. Oké. Okay. Wat dat betekent, dat is dat... er een hele, laten we zeggen, culturele dimensie verloren gaat wanneer je zo echt op dat efficiëntiegericht eigendomsdenken zit. Kijk eens naar al die prachtige dingen die gerealiseerd zijn. Ja. Via het kapitaal dat gebaseerd is op dat systeem van het exploiteren van materiële voorwaarden. We hebben gezien dat komt blijkbaar van bij de, enfin, we hoort bij de vorige spreker, dat komt blijkbaar van bij de Egyptenaren, die een systeem hadden om ervoor te zorgen dat de laatste vierkante centimeter Egyptisch land maximaal benut werd door het belastingssysteem. Zolang het meer opbrengt dan de belastingen die je moet betalen, is het goed. Gaat het niet, dan kun je het best verkopen aan iemand die het beter kan. Nu, dat is hetzelfde systeem en dat wijst er toch op dat het Romeinse recht, dat dan blijkbaar uit Egypte komt, toch een veel langer leven heeft gehad dan professor Wakers suggereert. Hij heeft het over het Romeinse recht, hè, zoals het in de universiteiten als Romeins recht geboekstaafd staat. Maar je vindt die idee van de staat als de beheerder van land, die er moet zorgen dat het land op de meest efficiënte manier wordt uitgebaat, dat vind je ook bijvoorbeeld bij John Locke. En dan zitten we al in de late 17e eeuw, een stuk voorbij de Renaissance, waarin dan dat Romeinse recht terugkomt en waar het dan in het midden van de 17e eeuw, dus nog voor Locke, zou verdwenen zijn. Hè. Dat was wat professor Wagens liet uitschijnen, hè, omdat het te veel bloed vergieten teweegbracht. Wanneer men dat eigendomsrecht zomaar politiek gaat interpreteren, en dat is wat uiteindelijk gebeurt, dan leidt dat tot allerlei conflicten, eigendomsconflicten, onder diegenen die zo gezegd er zijn om het recht te handhaven, dus onder staten zelf. En je krijgt dan oorlogen die niet op een juridische manier op te lossen zijn. Maar als je gaat kijken bij John Locke, en die is dan toch een van de meest liberale denkers,
in die, voor sommigen de liberale denker, de oorsprong van het moderne liberalisme, dan zie je dat bij hem een heel uitdrukkelijke rechtvaardiging staat van de Enclosure Acts. En wat waren de Enclosure Acts? Dat waren de beslissingen van het parlement in Engeland, waarbij gemeenschappelijke of niet in eigendom genomen gronden konden geprivatiseerd worden. En dus de privatisering, dus, idee. En hoe werd dat door Locke gerechtvaardigd? Dat wil zeggen wel, door daar een meester, een eigenaar te hebben, gaan die gronden veel efficiënter uitgebouwd worden. Dat gaat veel meer opbrengen. En dan vaart iedereen er wel bij. Nou, we hebben aan het slot van de discussie met de vorige spreker gehoord hoe dat in Rusland uitdraaide, als iedereen er beter van wordt. Dat kan alleen maar doordat men heel veel mensen niet meer onder iedereen gaat rangschikken. Die vallen gewoon buiten het plaatje. En dat is een soort van voetnoot die ik daar maar zal plaatsen. Dat is een kritiek die ik heb op al te veel economisch geredeneer. Want economen hanteren een theorie. En die theorie die hanteert begrippen. Maar die begrippen relateren aan dingen in de werkelijke wereld, dat is een andere zaak. Je kunt het hebben over producenten en consumenten. Maar wanneer economen spreken over consumenten, dan bedoelen zij niet mensen die consumeren. Een baby consumeert. Iemand in een verzorgingsinstelling voor demente ouderlingen, die consumeert, die eet nog altijd, die gebruikt heel veel linnen en pampers en weet ik veel. Dat zijn zeer zware consumenten in fysieke zin, maar economisch gezien consumeren die niets, want zij betalen er namelijk niet zelf voor. Zeker die baby's niet en een groot deel van die ouderlingen ook niet. Daar zijn de consumenten diegenen, de ouders die die spullen kopen die die baby consumeert, of de inrichtende instanties van die instellingen waar die mensen verblijven. Koeien consumeren ook, gras en water en land, maar zij zijn geen economische consumenten. Zij kopen namelijk niks. Dus je kunt de economische theorie altijd opsmukken door te zeggen het is goed voor de consumenten, omdat die consumenten per definitie alleen diegenen zijn die meespelen in het economisch spel. Diegenen die niet meespelen, die liggen er buiten. En die zijn dan afhankelijk van derden die ervoor moeten zorgen. Een van de argumenten die ik soms gebruik, dat is dat je dus heel voorzichtig moet zijn met uitbreidingen naar de vrije markt, hè, als zaligmakend. Omdat bijvoorbeeld veronderstel dat je werkelijk de keizer bent van een land, hè, zo de alleenheerser, en eigenlijk de enige consument. Wat heel dicht bij het Romeinse model van het keizerschap komt. Dat wil zeggen, je laat iedereen tegen elkaar concurreren, hè, zodanig dat zij jou de beste spullen kunnen geven aan de goedkoopste prijs. En daar betaal je ze voor. Hè. Dus je laat ze elkaar uitschakelen. Maar je bent de enige consument, hè, dus jij bent de markt, bij manier van spreken. Dus de enige consument en de andere rest produceert. Dat is superieur. Je doet het dan beter dan een primitieve keizer of dictator die zich met alles gaat bemoeien. Die gaat zeggen, je moet dat zo maken en je moet dat zo maken en je moet dat zo maken. Het is beter van de concurrentie te laten spelen. Maar het heeft niet veel met vrijheid te maken.
En je ziet het effect van die vergissing. Zeer sterk in het nu een beetje voorbije globaliseringsdebat. Er zijn mensen die dat in puur markttermen, theoretische markttermen vertalen. En dat leidt er dan toe dat zij dat allemaal prachtig vinden. Maar een van de gevolgen is dat die toepassing van de globalisering leidt tot enorme scheefstrekkingen. Niet overal uiteraard, maar in sommige plekken. En dat men zit met een grote opstapeling bijvoorbeeld van mensen die op industriële vuilnisbelten leven. Omdat dus al hun productie, de oude klassieke productie, wordt vernietigd, verdreven. Maar de overschotten, afval van de industriële productie, die moet ook verwerkt worden. En dus je krijgt dan een soort van hertekening van het economisch landschap. Is dat allemaal negatief? Nee. Mijn idee is, maar dat viel eigenlijk heel buiten deze discussie en met de meeste vorige discussies in verband met die, ook met de rechtsorde, dat is dat je een mogelijkheid hebt dat je begint niet met een rechtssysteem, een rechtsstructuur, maar met een cultuur. Een cultuur is het resultaat van gemeenschappelijke opvoedingspatronen. En wat we nu bezig zijn, of wat je nu in de krant leest, dat is de discussie over populisme. Populisme is vaak de laatste verdediging van de gemeenschappelijke opvoedingspatronen. Voor de elites, economische elites, politieke elites, staat dat in de weg. Want dat zijn normen buiten het officiële rechtsstelsel, die culturele normen, het idee van dit mag en dat mag niet, dat staat buiten het officiële rechtsstelsel. Ons rechtssysteem is gebaseerd op het principe dat zolang je een ander geen kwaad doet, dat alles mag. En dan is de vraag, wanneer ga je iemand kwaad doen en in hoeveel dimensies kun je iemand kwaad doen? Enfin, ik heb er wel ideeën over, maar het is nu tijd zeker. Dus ik ga niet beweren dat ik de problemen die ik opgeworpen heb, dat ik die hier ga kunnen oplossen. Dus dank ik u voor uw aandacht. Ja.